Je krijgt wel eens van die dingen in handen en dan zeggen ze bij de toonaar, Rintje, wil je hem even testen? Nou, dit is geweld. De naam zegt het al. Beat Bazooka. Nou, dit is een ding waar lucht in gaat, perslucht. En vervolgens, je ziet het al met een soort pistoolhandgreep. Er zit zelfs een veiligheidje op. Plopt hij in één keer al zijn lucht er in één keer uit. En het wordt gebruikt voor met name bandenbedrijven. Als je onderweg bent en je moet een band wisselen, dan heb je natuurlijk geen bandenapparaat of heel veel lucht bij je. En dan krijg je de band niet in één keer om de velg heen. Dus je kan er wel lucht in doen, maar dan loopt de lucht langs de band. Nou, daar zijn deze dingen voor. Je kan in één keer, zet je hem op de rand, pof, en hij zou als het ware meteen ter plek moeten ploppen op de velg. We gaan er eerst eens even lucht in doen. Dan zit er een kraantje. Ja, 120 PSI gaat erin. Ik heb het kraantje dicht gedaan. En dan kan de lucht er weer af. Ik leg hem voorzichtig even neer. Oordopjes. Brilletje. Nou, komt ie hoor. Nou, in principe zou dit voldoende moeten zijn. Hij zit er hier al, zit hij erom. Hier zit hij wel strak. Hetzelfde geldt, hier zit hij er ook voor de helft om. Dus dan is het een beetje lucht erop. Grotendeels zat hij eromheen. Een mooi apparaat. Veel plezier met de bazooka.